Ja, Simon, we zijn bij het Nederlands elftal en we zien allemaal shirts van amateurclubs om ons heen hangen. We hebben vanochtend ook de training gezien van Oranje. Spelers droegen shirts van hun oude amateurclub. Ja, dat is toch wel mooi, hè? Ja, hartstikke leuk. Ook als je ziet wat het allemaal losmaakt bij die gasten. En het zijn ook vaak leuke verhalen om te lezen. We hebben er in Villa's nog eentje gehad, dan niet over een Oranje International, maar over Cyril Dessers. Over zijn roots. En dat is hartstikke leuk waar het allemaal begonnen is. En de man die vandaag naast Van Gaal de persconferentie zat, Dumfries, die herbergt in deze Oranje selectie in ieder geval het mooiste verhaal wat dat aangaat. Op zijn 19e pas zijn debuut gemaakt in het profvoetbal in de eerste divisie. En bij zijn clubje VV Smitshoek begonnen. Hè? En Barendrecht en daar gewoon heel lang blijven hangen. En door heel veel mensen eigenlijk gedacht dat hij dat nooit zou redden op profniveau. Laat staan dat hij ooit nog bij Inter en in het Nederlands elftal zou spelen. Nou, hij heeft het allemaal gelogen gestraft. Het is extra energie voor hem geweest. Extra benzine noemde hij dat. Dat hij had opgeslurpt. En zie waar hij nu staat. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal over de eerste stapjes in de voetballerij. En de bondscoach zelf ook, die was vorig jaar bij zijn eigen eerste clubje, SV De Meer, daar was ik bij. Ja, dat was ook hartstikke leuk, met oude elftalfoto's van hem aan de muur en de manier waarop hij daar ook over sprak. Uiteindelijk zijn het dan allemaal mensen in de top van het voetbal geworden. Maar ze denken met weemoed terug toch ook aan die tijd dat het allemaal nog onschuldig en schattig was bij een amateurclubje. Ja, je ziet ook oprecht dat Van Gaal dat mooi vindt, hè? Want hij complimenteerde Dumfries ook uitgebreid natuurlijk dat hij het zover heeft geschopt. Ja. Terwijl hij eigenlijk zei, ja, dit is niet de beste route voor een voetballer. Nee, als je dat vergelijkt met andere jongens die al op een 8e, 9e door topclubs gescout zijn. En dan 10 jaar lang in die mangel zitten, worden klaargestoomd en alles technisch, tactisch, mentaal en fysiek wordt erin gepompt in 10 jaar tijd. En dat komt er dan uit als ze 18, 19 zijn. Ja, totaal ander verhaal dan van Dumfries. En dat is eigenlijk het mooiste jongensboek hier bij Oranje. Dat verhaal van hem. Hij heeft een fantastische prestatie geleverd, hoor. Zo lang bij de amateurclubs blijven is niet de verstandigste manier. Maar dan moet je hier wel heel veel wilskracht hebben, hoor. Dank u wel. Tot 18 jaar... En dan toch in het Nederlands elftal komen. Dat is heel knap. Want de beste opleiding zit natuurlijk bij de professionele clubs. En bij de top amateurclubs. Dus ik vind het wel een fantastische prestatie van hem. In elke persconferentie gaat het natuurlijk wel over het systeem, hè, waar Van Gaal mee bezig is. Wat waren de thema's deze keer? Nou ja, wat wel blijft opvallen is dat hij deze selectie echt beter vindt dan die in 2014. Kwalitatief zei hij ook gewoon. Ja, precies. Ja. En dat is, als je die namen even zo ophoest van Sneijder en van Persie en Robben en Wijnaldum. Natuurlijk wel wat jonger allemaal, een jongere Wijnaldum. Maar ja, dat was ook geen verkeerde ploeg natuurlijk. Nee. Alleen, hij vindt dit in zijn totaliteit een betere selectie. Ik noem het ook nu 3-4-3. En dat heeft wel met de kwaliteit van de spelersgroep te maken. Die was in 2014 niet zo sterk als nu. Nu hebben we meer kwaliteit. Dus nu kan ik ook 3-4-3 spelen zoals ik wil spelen. Begrijp je dat trouwens, dat hij deze selectie in dat opzicht beter vindt? Nou, als je het allemaal zo tegen elkaar wegschrijft. Kijk, alle aandacht toen ging uit naar de voorhoede en terecht. Want daar zat absoluut de absolute topklasse. Maar de verdediging, dat was wel een zorgenkindje ook bij die ploeg. En vandaar dat hij toen ook voor een aangepaste tactiek koos. Doet hij nu ook, alleen hij kan het anders invullen. Hij kan het zeg maar dominanter invullen. De backs zijn er beter op ingesteld. Het middenveld helemaal. En de voorhoede, nou, daar vergeleek ze laatst al met elkaar. Dat ging wel heel ver. Robben van Persie met Bergwijn, Depay. Maar hij bedoelde vooral eigenlijk volgens mij de vergelijking, de afhankelijkheid in goals en assists van die gasten. En het belang voor de ploeg van die twee voorop. Maar in zijn totaliteit vindt hij deze ploeg dus beter dan die van 2014. En die kwamen met brons thuis, dus dat beloof wat. Ja, er werd ook nog gevraagd van, begin je die spelers nou echt mee te krijgen in dit systeem? Ja. En dat bevestigde hij eigenlijk wel, hè? Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding. Van Gaal zijn derde tijdvak als bondscoach ook in een paar subtijdvakken ingedeeld. Het begon met dat hij, ze moesten zijn manier van werken gaan accepteren. Dat is natuurlijk het regime van Gaal, noemde hij dat. Lijkt me een goede omschrijving, want ja, hij perst natuurlijk 24 uur per dag perst hij het maximale eruit. Is heel vaak bezig, ook rondom trainingen en besprekingen, met beïnvloeding van gasten. Dat gaat de hele tijd door. Tegenwoordig ook met digitale hulpmiddelen, noem het maar op. Nou, ja, af en toe mogen ze even naar het paradijs, hè?
dan mogen ze even inderdaad in een bubbelbadje of mogen ze even bijkomen van alles wat ze te horen krijgen. Maar dat was fase 1. Nou, dat is geaccepteerd door iedereen. Daar was hij blij mee. Dat gaf hij ook eerlijk toe toen, Van Gaal. Ja, en toen kwam het tactische verhaal. Ook dat moest inderdaad tot acceptatie gaan leiden. Want er waren natuurlijk twijfels in het begin bij sommige spelers. De vorige interlandperiode, de aanvoerder notabene, sprak nog steeds zijn voorkeur voor 4-3-3 uit. Virgil van Dijk. En dat, dat soort skepsis moet je dan overwinnen. En dan helpt het wel dat je wedstrijden wint. En dat je dat doet zoals tegen België met overtuigend en dominant voetbal. Dan krijg je zo'n groep steeds meer mee eigenlijk. En als je inderdaad de geluiden vanuit die spelersgroep ook daarover opvangt. Dan is het duidelijk dat ze steeds enthousiaster worden over deze manier van spelen. Ja, en als jij even teruggraaft naar 2014. Hè, toen was er een vergelijkbaar proces. Maar zou een bronzen medaille in 2022 realistischer zijn dan destijds in 2014 vooraf werd gedacht? Nou ja, dat heeft natuurlijk ook met andere landen te maken. Er zijn, volgens mij is de top is groter geworden, zeg maar. Dus Nederland blijft gewoon een outsider, hoor. Dat vindt ook iedereen. Alleen Van Gaal blijft benadrukken dat niet de beste spelers, 11 beste spelers winnen, maar het beste team. Nou, dat is waar hij constant op aan het hameren is en waar hij mee bezig is. En bij Van Gaal moeten we onderhand nergens meer van opkijken, toch? Nee, zeker weten. Tot slot, straks de wedstrijd tegen Polen. Nations League in de Kuip. Kan een mooie avond worden, denk ik, voor Nederland. Als je ook ziet hoe ze al zijn begonnen aan de Nations League. Ja, absoluut. Ik heb toch het idee dat van die landen die daar in die pool zitten, dat Nederland het wel het meest serieus neemt. Dat zou je niet zeggen als je die opstelling tegen Wales zag. Ja, nou, ze speelden. Met welke instelling? Ja, precies. België heeft het tegen Nederland laten lopen. Polen heeft het dan weer tegen België laten lopen. Met Nederland dan als lachende derde voorlopig. Ze lijken weer in hun sterkste opstelling te gaan spelen tegen Polen. Dus dan heb je het over de basisploeg tegen België. Maar dan zonder Van Dijk. Dan kun je daar Stefan de Vrij invullen. En dan heb je gewoon het beste oranje wat hier op dit moment aanwezig is in Zeist. Heb je in het veld tegen Polen. Oh,